Waar de heikneuters, zijkneuters en transkneuters. Welkom bij deze lang uitgestelde en dus voort lang verwachte viering de online middelmaat. Alex en Kaar staan al klaar om u het beste van de Vlaamse YouTube te tonen. Ik ben uw Niels en dit zijn de Oscars. Over naar Kaars. Dankjewel. Alex, blij om te zien. Okay. Niels, G.I. Jane 2, can't wait to see it. Gewoon, keep my wife's name out your fucking mouth! Welkom terug bij de vettige prijsuitreiking, de derde editie al. Deze keer gaan we het enkel over neofieten hebben. Geen enkele van de mensen waar dat we in het verleden over gesproken hebben, gaat terugkomen. Zelfs niet Jetter. We missen hem zo. F voor Jetter. We bekijken 10 video's van Vlaamse YouTube van vorig jaar. Iedereen krijgt een prijs, of dat ze nu willen of niet. Is dat duidelijk voor iedereen? Er zijn 10 gemaakt. Er zijn 10 verschillende makers. What? Ja, er zijn nog wel wat Vlamingen op YouTube. Nee. Veel dan meer. Gezien hem? Eerste video. Alsjeblieft. Dit is voor mijn T1 K3. Dit is voor Karen, Christel, Katrien en Klaasje. Zijn de klaar? 10.000 zangaudities kleuren het internet. 10.000 video's die maken echt geen kans. 10.000 deelnemers en ik ben de beste hier. 10.000 danspasjes en doe ze met plezier. Ik vermoed dat hij het niet in alle seriositeit doet. Hij heeft wel een keikoole sjaal aan. Een LGBTQ-sjaal. Hij is met 3. Waarom pak je gewoon de D3? 10.000 deelnemers en ik ben de beste hier. Ik weet niet waarom dat kijkt voor jouw stem niet gekozen heeft. Dat vind ik een beetje te veel van het goeie. Ik ben de beste hier. Een beetje narcistisch. Ben het met hem eens. Met ons geen drieën, hè. Is hij de beste. En hij heeft een schone haarbos. Stop de band. Hebbes. Wat gaan we die jongen geven? Beste chocolade, ijs, slift. Nee, niet beter, jong. Beste crèmeke. Hij is een crème van de vent. Zijn er geen crèmeke aan het eten? Een wafel. Oké, goed. Wat geven we aan Lucas? Crème van de vent. Beste Odie. Beste 3K. We zijn 2022. Het is misschien wel tijd dat er wat meer pieten in K3 zitten, behalve die van Gert. Zou ik niet zeggen dat dit een gemiste kans is voor Studio 100? Ik denk dat dit eerder goed is voor Gert Verhulst, dat hij nu niet naar een biseksuele kant moet leunen. Zou je hem de beste hier kunnen geven? Beste hier? Ja, de beste hier. Van ons? Dat is wat hij zong. Ik ben de beste hier. Hij heeft zijn eigen trofee al uitgereikt, alstublieft. Beste hier. Proficiat, Lucas. Klappen. Klappen, Niels. Voor die prijs komen ophalen in het dichtstbijzijnde psychiatrische instelling. We doen Kiala-punten dit jaar. Ah, oh, dat is gemakkelijk. Volgende video. Ja, waar is de skip-button? Hier, kijk gewonnen. Je ziet het waarschijnlijk aan mijn gezicht. Ja, ik moet ook naar de kapper. Kennen jullie hem? Ja. En wat is de reden daarom? Je ziet het, maar dat heeft toch gaan kloppen? Hij is handig. Dus is het van een Ikea. Nee, van Wish.com. Die trouwens niet gesponsord. Die belde aan. Dus ik doe open. Ik zie hem zo in zijn kabinet staan. Hij pakt die ene doos. En ondertussen valt deze doos uit de kabinet. Antwoord niet, het is computer shit. Een nieuwe PC, hij gaat hem unboxen. Hij heeft hem eerst zelf gebouwd, loser. Hij heeft hem laten bouwen door Alternate, is dat zo erg? Ja. Als je geen tijd hebt. Dat kost niet zoveel tijd. 3 dagen max als je slecht bent voor de eerste keer. Als je geen tijd hebt, heb je ook geen tijd om te gamen. I got stuck. We gaan een beetje doorspoelen. Jij bent de videomeester. Oké, dus uit een doos, uit het plastic. Een glazen paneel aan de zijkant. Tik daar maar in. 10.000 luchtballonnen. Blijf vooral zingen, Niels. Nee. 10.000 luchtballonnen kleuren de wereld blauw, rood, groen. Hij start niet. Vandaag. Hij maakt wel superveel alweer. Precies een straaljaar of zo. Ja, dat is de computer. Als ik hem een keer moet upgraden, zijn deze twee. De rest mij nu nog één ding. En dat is het plasticske van een... Moet dat nog niet doen? Wat dat daarop zitten? Achiel. Laurent heet hem eigenlijk. Maar weet u dat goede content is? Hij gaat een kleine klak doen over zijn nieuwe computer. Hij marcheert nog steeds, dus dat is positief. Ook tijdens trenderen, tijdens gamen, alles gaat soepel. Ik hoop dat ik niet binnen een jaar en een half een video moet maken dat mijn computer terug gerepareerd moet worden. Bedankt om te kijken. Dank u wel. Heeft hij niet gezegd dat de lampjes binnen in de kast hem storen? Ja, dat is dingen RGB. Waarom pakt hij dan een kast met een ruit? Dat is zijn eigen domme. Om te kijken, ik heb ook een kast met een ruit.
om te kijken naar wat. Ja, om te zien hoe vuil je kast er is van binnen. Ik moet dat niet weten. Ik moet daar niet elke moment aan herinnerd worden hoe vuil dat is binnen. Ik ook niet. Mijn kast staat die kant van mij. De ruit zit die kant. Maar je kunt wel binnen kijken. Ik ga naar de volgende kijken. Wacht, we gaan hier eerst een prijs geven voor Florent. Oké, prijs. Beste. Ja. Beste kast. De RGB Award. RGBTQ kast. Rainbow Puke. Oké, beste Swiffer, zodat hij zijn PC kan kussen. Allee, proficiat Florent, beste Swiffer. Wil er iemand volgende video zeggen? Volgende video! Vandaag is het zover, de dag waar we allemaal op hebben gewacht. Niels, dat is uw favoriete Twitch-streamer. Ze heeft ons geband. Ik ben niet meer geband. Ze heeft mij nog niet geband. We zijn geband door een misverstand. Ik weet het niet. Oei, kijk jongens, het is echt simp leger. Oh, en wij zitten er niet bij of wat? Ja, nee, we zijn geband. Wilt jij simpen voor Zigzag Kitty? Ik ben al aan het simpen voor Jetters in blauw haar. Oh my god. En voor Jetter. Voor Jetter. Ik sta van de ouderdom. We zouden haar de beste Jetter kunnen geven. Liquid Jetter. Wow. Maak ze goede muziek. Ze is net bezig. Wat een bunch of nerds. Arne is een simp. Is Arne niet lief van Kitty? Ik weet niet. We zijn nog altijd voor simpen. Fortnite? Wow, damn. Ik mocht skippen, hè. Dus ze gaan naar een of andere Comic-Con met haar simp leger. Hey, het is een Pikachu. Ik ken dat. Ik ben hip en mee met mijn tijd. Al die jurgen konings die daar rondlopen. Nice. Oké. Okay. Skip. Waar zijn de furries? Waar zijn de furries? Er zijn nog furries in zitten. Het is Comic-Con. Is een slide gun aan het doen, gelijk een echte gangsta. Je hoeft toch dat je het onder het schip moet houden, hè? Dan zijn de 100% cooler. De footage van Dance Dance Revolution is gone, want mijn batterij is plat. Altijd batterijtjes mee. Ja. Oké, maar waar zijn de furries? Sorry, zeg maar. Ik wil furries. Oh, beste Espen! De Espen wordt! Kijk eens aan, nog meer. Noemi. Wie? Noemi is ook een Twitch-streamer. Een TikToker. Maar ik ben de beste TikToker. Hey, Noemi, what's up? Beste Noemi. Hebben wij Noemi al een prijs gegeven? Ik van niet. Oh shit. Okay. Even voor Noemi. Ik ben nog altijd op zoek naar furries. Je moet toch ergens een furry rondlopen? Dat kan toch niet anders? Gaan we een drankspel uitvinden? Iedere keer als een furry op beeld komt, moet je drinken. Ja, drinken! Ongeveer een week later. Ik heb uiteraard een outro vergeten te filmen voor de vlog. Dit is de outro. Je zult geen furries meer zien. Zeker Comic Con Brussels. In Gent is beter. Conclusie. Ik, Zigzag Kitty, ik ben een nerd. Ja, beste nerd, alstublieft. Ik vind beste Jetter nog altijd goed. Beste simpleger. Beste... Nee, ik ga niet. We moeten hier overeen komen. Wij zijn de academie voor de Vlaamse... YouTube. Ik zou misschien eerder opteren voor... wacht, ik had het en ik ben het kwijt. Nu comment, hè. Nee. Nu sta ik onder druk. Ik had het niet meer weten. Ik was echt iets aan het denken over... Dat in de zere, jongen. Incels. We kunnen haar de Jetter Award geven. Beste $5 a month. $5! Ik wilde zeggen dat Zigzag Kitty een Twitch thot is. Dat woord mogen we niet gebruiken. Jetter heeft een liedje genaamd Twitch thot. Ah, wel, dat is Jetter. Zij wint de Jetterprijs. Ah, ja, gelijk de Semi Award die we aan Jetter hebben gegeven. Alles behalve de Jetter Award, geef aan Jetter. De Jetter Award dan. Zag Kitty. Goed gedaan, meid. Ik ben trots op u. Meer enthousiasme. Meer. What's up next? Ik zal het zeggen, want jij doet het niet goed. Lap. Oh, no, ik wacht. Niels heeft het al gezegd. Oh, ik heb het niet gehoord. Nu kijk ik naar een holus. Nee. Dit is Tjeutje. Maar weet je OnlyFans? Die interviewt dat meisje. Ze zeggen eigenlijk heel weinig. Beste komt op het einde. Soms is het echt een gevoel. Maar doe een interview in de auto. Ik vind het eigenlijk wel cool. Hij heeft ook een schone auto. Maar... Is dat de achterbank? Dat is de boodschap. Vooruit. Probeer ik daar gewoon... over na te denken, waarom heb ik dit gevoel? Maar wacht, was dat niet die video waar hij en dat meisje ruzie hadden online of zoiets? Ah ja, dat is achteraf hebben ze ruzie gekregen. Ze voelt zich slecht in zijn vel. Wou dat meisje de video offline halen? Het is eigenlijk niet gelukt. Nee, we hebben de beelden. Je moet... waarom? Het is niet iets zo ergs. Het is gewoon een meningsverschil of zo. Zij vindt dat ze er niet zo goed uitkomt, denk ik. Wat denk jij daarover? Het gaat er voor Instagram eens die beef hebben. Dat is die te lang.
zijn. Maar ik denk dat het ondertussen in orde is. Maar you do you. Nee, dat is. Kan er echt geen prijs op plakken. Ik denk wel dat de belichting iets beter komt, maar in een auto is natuurlijk niet ideaal. Waarom duurt dat dan ook in de auto? S'nachts. Ja, wij doen het op Discord met een hoop gekraak. Sowieso vrouwen. En met een wazige achtergrond. Wazige achtergrond, Ize. Scherp ze. Dat is een cool effect. Dat is wat ze zien, snap je, ik bedoel? Ik hou echt van churches en content. Dat is zo content dat je zo op de zijkant kunt afspelen en hoe ze half luisteren. Ondertussen doe ik mijn boekhouding. Tuurlijk, maar er zijn gewoon... Ik ben fiscaal verantwoordelijk. Snap je? Je moet het laatste zien wanneer dat ze de auto verlaten. Hier hebben ze duidelijke meningsverschil. Goodbye, my friend. You have been... Ik weet niet hoe dat verder gaat. Is dat alles wat je hebt gedronken? Maar dat is echt een werkpunt voor je. Kun je even water shamen? Dat is de leven. Dat is de leven. Is het de leven? Ah, je bent het leven. Mensen koken dat legit, hè? Is het het of de leven? De leven. Het leven. Het leven. Natuurlijk, nam je in de maling. Nam je in de maling. Ik kan je auto vanaf hier zien. Opknuffelen. Opknuffelen. Deze vergeet. Deze. Op de vuilbak. Waar is de vuilbak? Op de achterbank bij u. Allee, tjallas. Wat een echte chat. Waar is de vuilbak op de achterbank bij u? Ik hou van die. Dat vind ik een prijs. Een beste wat. Ik zou hem een chatprijs geven, want hij simpt niet voor vrouwen. These are Sigma hours. Is dat wel aan de Sigma mail is? The bullish all women. Eigen interesses eerst. Niet simpen, niet plooien. Geen coochie. Overigens, als je je slecht wilt voelen over je lichaam, ga dan Chutje zijn Instagram bekijken. Dan worden we er nog onzekerder over. Hij heeft sixpacks en dus ik niet. De beste Sigma-mail. Ik heb ook een sixpack. Zit goed weggestoken. Ja, het is een wintervelke. Het is februari zeker, hè? Net als we dat hier opnemen. Het is februari, we zijn totaal niet te laat. Ik ga uitkomen volgend jaar op februari. Beste Sigma. Beste Sigma. Alsjeblieft, Chutje. Jij bent een voorbeeld voor iedere man. Volgende video. Ja, oké, deze ga ik het wel goed doen. De volgende video is David wilt een borrel. En bij deze, David wilt een borrel. Door het kanaal Bart de Bever. Vrienden van het kanaal eigenlijk. Vrienden is veel gezegd. Kennissen. Speciaal vol. Hallo. Eerst... Heel graag een borrel. Een zeefborrel. Kijk, hier zie je de verandering van de wind. Zuid-zuid-noordoost-west naar noordwest. En dat scheelt een slok op de borrel. 7 graden. En ook nog kansen op wat regen. En dan... Ik mis de oude Windows. Dat is gewoon nostalgie, dat. Ik had geen multitasking. Beste shitpost, of wat? Ja, ja. Het is een goede. Beste shitpost. Applaus, Bart de Bever. Dankjewel, Bart de Bever, wel weer een prachtig Vlaams miempje. Als het dichtst bij het eindstuk Java-punt de prijs niet heeft, gelieve contact op te nemen met Niels. Alright, up next, Peter Oggers. Mijn naam is Peter, van het kanaal. Ja, Peter, hè. Heb je het gezien? Heb je het gezien? Hij draagt 2 brillen. Jette remix. Oh, nu zie ik het toch dat hij 2 brillen draagt. Wat een nerd. Nerd alert. Kan gaan simpen voor Siksa Kitty. Ik ben nu al bekend, maar nog niet heus. Maar ik was wel bekender dan Jeroen Meus. Die tweede stem is... En zo heeft hij toch een weg gevonden naar de vettige prijsuitreiking. Gaan we niet gecopyright claimd worden door Jetter? Ik ben zo koud, noem me Peter R. de Vries. Hij moet een keer proberen. We hebben nog iemand die we kennen die ons wil copystriken. Zeg je, joh. Het leven is geen cartoon. En door mijn YouTube verdien ik nu 1 miljoen. Je bent zo zuur, je lijkt net op een citroen. Oh, wat een rhymes. Wat bars. Niels, dit is wat ik poëzie noem. Mijn naam is Ruben, hallo, hey. Stop de band. Stop de band. We gingen Jetter niet tonen. Jetter komt niet in. Spoel terug. De naam van de video is Jetter, godverdomme. Ja, kijk, goed.
Voilà, het laatste beeld is Peter. Oké, okay, wat geven we Peter? Geef hem nog een kans. Beste geprobeerd. He tried. Goed geprobeerd, maar dan de beste. Ja, tried, beste goed geprobeerd. Beste goed geprobeerd. beste goed geprobeerd. Hey, goed geprobeerd, Peter. Goed geprobeerd, Peter. Je toch een beste prijs gehad, hè, vriend. Kom dan maar. Volgende video. Volgende video. Ik speel de bingo in real life. Gefilmd door... Dit is Marten Depp. Marten Depp. Opkomend talent. Het is allemaal opkomend talent. Buiten jetter. Mag ik een vraagje stellen? Heeft een van jullie jullie haar gekleurd ooit? Ja. Ze heeft een bingo sheet. We spelen in real life en we hebben iemand nodig die zijn haar heeft gekleurd. Ik wil er even op wijzen dat Marten gelijk 2 meter is. Dus 14 jaar. Spreekt u Nederlands? Ze is 16, denk ik. We zijn namelijk bezig met real life bingo en we hebben iemand nodig die schorpioen is. Ah nee, dat ben ik niet. Zou je misschien mijn leeftijd kunnen raden? 23? Nee. Ze ziet er wel ouder uit dan dat ze is. Ja. Wat dat ze nu misschien leuk vindt, maar binnen een paar jaar niet meer. Ze draagt ook een masker, je kunt dat niet zien. En ze is echt 1,80 meter en meer. Je zei... Labba. Man, mijn Frans. Oui. Wat is uw sterrenbeeld? Dat is een random vraag, maar we spelen real life bingo. En we... Ah, we hebben iemand nodig die schorpioen is. Kunnen het toch niet schorpioen zijn? Dank u wel. We hebben iemand nodig die dat niet lekker vindt. Zeg, misschien vlug wat vragen. Je doet een bingo. Dat moet toch tegen iemand zijn? We zijn bezig met een bingo in real life. Je kunt toch geen bingo doen op jezelf? Nee, 15. 15? Ze is 15, minderjarig. Nee, toen was ze 15. Ondertussen is ze 16. Wat nog steeds minderjarig is, Alex. Oké, wat we nu nog nodig hebben is leeftijd, een abonnee of Snapchat. En ze moet iemand vinden die geabonneerd is op haar. We zijn bezig met een video en we hebben eigenlijk nog iemand nodig die mijn leeftijd kan raden. Ik ben 15. 15. Oei, wat een rap weggedachte. Marten, zonder H en dan DEP. Ja, ik denk dat het te zien is. Dank u wel. Je moet dat ook doen op elkaar. Gewoon rondgaan in Brussel. Geef mij abonnees. Maak cadeaut. Ik hoop dat het een beetje is gelukt. Je moet dat doen voor de clickbait. Maak er een video van. Doodgeslagen in Brussel. Vraagteken. En dan zo'n thumbnail waar jij zo'n blauw oog gefotoshopt hebt en een heel grote rode cirkel. Met een pijl. In de video zit ik gewoon in mijn stoel en kom ik er niet uit. Idee voor volgende keer. Dat ga ik opschrijven. Welke prijs geven we aan Marten? Opkomend talent. Wij geven het daar wel. Ze was niet eens genomineerd voor de Jamies. Misschien dankzij ons wordt ze genomineerd voor volgend jaar. Ah ja, omdat de Jamies altijd nadoen wat wij eerst doen. Als we nu Marten een prijs geven, dan krijgt ze volgend jaar een prijs. Hé. Goed gezien. Dus graag gedaan, Marten. Je weet mij te vinden. Oké, okay, maar we moeten daar wel nog een prijs voor het was zeggen. Je weet mij te vinden voor de prijsuitreiking. Dus ik wil dat een gratis plekje vooraan dan en de Jamies. Beste opkomend talent. Beste opkomend talent. Beste minderjarige, hè? Volgende video. Ongelooflijk mysterie. Weer eens. De Karnak Stones. De Callanish Stones. Tuurlijk. 10 minuten. Stonehenge zijn legendarische plaatsen. Megalithische sites gehuld in een mysterie. Hoe heet hem? Leonard. Mythes. Nog meer woorden met een M. Hij lijkt een beetje om dingen. Jullie dat ook. Sterker nog, we hebben een paar plaatsen zoals dit. En ik heb onderzoek gedaan naar de grootste. De grootste megalithische site van België. Brussel. Weer eens. Deze video is interessant. Hij is een explainer. Hij heeft zijn onderzoek goed gedaan. Hij heeft de video interessant gemaakt. Ja, nee, oké. Okay, de top van de Mount Everest. Alleen ja, dat haalt het bereik niet dat het verdient. De stad in Veris bestaat uit minstens 30 grote stenen. In de Mount Everest... Dat is één steen. Het is gewoon een slechte vergelijking. Wie heeft deze bouwwerken gebouwd? Niet de Galliërs. De Romeinen. Door sommige stripfiguren is er wat verwarring rond ontstaan. De eerste Galliërs leefden rond de 5e eeuw voor Christus, terwijl deze bouwwerken dateren van ongeveer 3000. Hoe noemen ze dit in het Engels? Edutainment. Marne. Uit de steentijd. Er zijn wel leuke animatietjes. Er zijn erken gestoken. In en rond de dolmen deden archeologen hun archeologending en vonden archeologische vondsten. We kunnen het niet volledig bekijken, want anders zitten we hier morgen nog. Anders zijn we React Channel. Dat is interessant. Maar ja, oké, laat spelen. Hè. Maar hallo, we zijn hier niet voor... Niels is geëduteend, dus speel verder. Allee, blijf van die knoppen. Hoe hebben ze deze stenen verplaatst over zulke lange afstanden? Met rolletjes zonder. Met wielen, ja. Zo deden de Egyptenaren. Ik dacht dat ze dat met slaven deden. Ook. Die rollen er ook onder. Soms. Werkongeval. Gigantische kalender zijn. Mensen kwamen kijken, want Live League bestond nog niet. Veris is afkomstig van het Oud-Bretons. Gwer. En dat wil zeggen observatorium. Bedoeld. Dankjewel.
Gaat dat goed, okay. Ja, Lennart. Dit is van de betere content. De jeugd en de kijkers van vandaag houden van kort en krachtige video's met heel veel geluiden en visuele effecten. Gaan we hem de TikTok Award geven dan? Of? Ja, TikTok Award. Dat kunnen we die jongen niet aan. National Geographic Award. Lijkt een beetje op Ellen Too Dick. Wat? Dick? Is dat... Die in ieder geval Firefly. Nooit gezien. Wat? Op wie lijkt deze content? Ja, content, dat wil ik niet. David Attenborough bij de Jamie Zeta Explainer. Ja, Explainer. Beste mansplainer. Beste mansplainer. There we go. Lennart, je hebt dat graag gedaan. Goed gedaan. Dat is graag gedaan. Mansplainer, you did it. Finally. Hij is ook geen neofiet, hij zit al iets langer op YouTube. Maar nu komt de video van het allemaal, sorry, maar dat is mijn favoriet. Fuck de video. 10 jaar Macho Man door Macho Man. Featured Macho Man. Ook weer geen neofiet. Hij is ook best klein. Nee, zijn huis is gewoon groot. En die pater ook. Ik heb een paar keer gevraagd, priester Wim, kom langs. Priester? Dus de Macho Man heeft de priester uitgenodigd bij hem thuis. 10 jaar Macho Man. Ja. Maar helaas kan ik dat nu in mei niet vieren. We zouden nog bij zijn, hè. Al 10 jaar zit jij op YouTube bezig. Ja, al 10 jaar ben ik op YouTube sinds de schrik van beelden. Damn. Alle flikken kennen mij. En alle moslims. 15 mei 2011. Vooral duidelijkheid, ik kende het filmpje van Macho Man, maar ik wist niet dat die mens Filip Jansen heette. Totdat hij ons op Facebook stuurde en hij kijkt naar de preek. Zwerf weet niet voor dat ik op een mic... Daar snapt hij er ook veel van. Iedereen mag kijken. Het moeilijk is dan niet. 10 jaar muziek. Muziek? Noemt je dat ook muziek? Dat is zo muziek. Yo, ik ben Macho Man, de schrik van Bilzen. Alle flikken kennen mij en alle moslims. Macho Man. Zingende boodschap voor de boodschap op muziek. God bless Macho Man. God bless Macho Man. Halleluja. Zegt hij tegen de pieste die net verstaat. En anders tot snel. Bye. God bless Macho Man! Nog een keer! We gaan hem toch een prijs geven, hè? De Downy Award, nee, dat is misschien niet. We moeten mensen ook niet gaan beledigen, hè? Nee. We kunnen hem de beste Alix geven. Ja, dat is even goed als de Downy Award. Grootste huizenwoord. Beste priester. Moet maar wel, nee. Fucking vlogs maken met Macho Man. Dit is toch gewoon Macho Man dat een vlog heeft gemaakt over zijn eigen? Nee, dat is de priester die langskomt. Macho Man heeft dat gemaakt, vermoed ik. Staat toch op zijn account? Ja, beste Macho Man dan. Wat zijn account is niet Macho Man. Nee, het is Filip Jans. Beste Filip. Sigma mail hebben we al gehad, hè. Omega mail. Beta. Beta, ja. Ik zou Filip niet als beta omschrijven. Hij is meer. Beste man. Hij speelt in een klein pakketje, hoe moet je dat zeggen? Hij lijkt een sneakers. Hij is een grower, geen een shower. Hij is een bloedpiet. Beste grower. Jam. Beste grower? Beste grower. Geen een shower. Volgende video, het is laatste, hè. Oh, je bent op het einde. Ja, we kosten daar niet helemaal uitgezien, hè. Maar nee, het moest snel gaan. Yes, ik moet dat hier op monteren, hè. Internet Belg in Wenen en Bratislava. Internet Belg is geen neofiet. Hij heet Cedric. Die man ken ik niet. Ik ga ergens anders naartoe en dan gaan we dan naar de McDonald's. Tegen het satelliet. Copyright strike. Ik had nu zelf ook niet verwacht dat het eerste wat ik ging doen Mediamarkt binnen. Is hij nog altijd in België misschien? Nee, zijn Vienna. Of Bratislava. Zit daar een Mediamarkt? Zeg Mediamarkt. Dit wou ik sowieso bestellen. En ik zie net dat hij de 3 kuts heeft. Kuts? Een steal, jongens. Echt waar. Keigoeie deal. Wie koopt er nog fysieke media? Lenny Bogers. En Cedric de Internet Belg. Ze hebben ook een Spar. Spar is van Duitsland. Dech Spar. Deze vrijdag niet blijkbaar. Het is ook een rossen. Zeg. Wat te drinken en een ijsje, want... Als je in Duitsland bent, pint de schalfen. Hier heeft Elne Kater. Duits bier is wel niet goed, dus ik vermoed Oostenrijks ook niet. Schnitzel. Oh jongens, hoeveel zout? Dat was suiker. Suiker? Wat? Waren dat geen pannenkoeken? Nee, dat waren de schnitzels. Ah, ik wil pannenkoeken. C. Oostenrijkse onderhoudswacht. Oké, ze zijn weg. Hij klaagt ook over het feit dat vloggen in het openbaar raar aanvoelt. Dat is ook raar. Dan hebben we dat ook eens gezien. Waarom raar? Ze zijn tegen jezelf. Omdat je tegen een camera aan het praten zit. Het is precies wat dan bezig zit van andere mensen staan hier en ik kan niet verder doen. Iedereen kijkt naar u als je dat doet.
Kijk, we moeten iets doen, hè, voor de views. Kom een tijdje. Hij maakt goede video's. Het is redelijk laat vandaag. Hoge kwaliteit. En mijn Airbnb-host in Bratislava heeft nog niet geaccepteerd. Dag 7. We zijn 7 dagen onderweg geweest, vond ik. Dank zoveel, congé had. Mooi gebouw, mooi water, mooi bloem. Burger King. Mooie Burger King. Is dat een McFluggy? Oh! Waarom doen ze nooit van die leuke dingen met lichten? Ik denk dat dit het was, maar dat was het niet, hè. Hij heeft ons bij onze kersen. Ik ben heel misschien in het proces mijn derde... Beste postcredit zien. Oh, wauw, echt zo à la VRT. Beste wat voor Cedric? Ja, wat hebben we beste? Hij is naar Oostenrijk-Hongarije gegaan. Daar hebben we dat wereldoorlog 1 begonnen. Beste Oostenrijker. Ik weet niet of hij die titel wil. Ik denk dat niemand die titel wil. Beste, ja, beste Liquid Alix, ja, weet je, is Ros. Nee, dat kan ik hem niet aan doen. Hoe noemen ze dat zo van dat vloggen? Dat is lifestyle. Huh? Bij de Jamies noemen ze dat lifestyle. Ik weet niet wat ik hem moet geven. Ik weet het ook niet, ja. Wat moeten we die vent geven? Wat een fucking kutvlog. Ja, we moeten positief blijven, hè. De Vlaamse YouTubers, ze moeten ze ondersteunen. Beste outdated format. Wie de fuck kijkt er nog naar vlogs? Jake Paulers, let's go. Ik doe niet eens iets plezant. Jawel, gezellig. Een stad. Kijk hoe dat ik een pilsje drink. Daarvoor doen we het. Dan kunnen wij beter filmen als ik uitga. Als je aan het kakken bent. Dat kunnen we zo verkopen aan de canvas. Hè. Dat is man bij het hond. Het leven zoals het is. Weet je wel wat we hem gaan geven? Ik heb een jas uitgedaan. Het is echt keiwarm. De ganse continuity kapot, hè? Het is niet kapot als gezegd. Ik heb mijn jas uit. Gedaan. Ik vind, vloggen is niet meer van deze tijd. Beste outdated format. Hij heeft ook een uploadschema dat zowaar nog slechter is dan onze. Om het jaar. Beste uploadschema. Dat zien we nu niet echt. Kan ik eens zien dat ze een internetbelg. Dit kanaal heeft geen content. Wat? Het heeft alles verwijderd. Hoe hebben wij het net kunnen zien? Kun je op speellijst staan? Huh? Hij zal het unlisted gezet hebben dan. Ah, ja. Kan ik je double checken. Ja, het staat unlisted. Ik denk dat internetbelg beslist heeft om... Stoppen. Zie je het? Omdat niemand hem een prijs wou geven. Nu is hem gestopt. Maar kijk, heeft hij reden om terug te komen? Hè? We geven hem de prijs die hij nodig had. De afgangsprijs. De uitkeringsprijs. De, ja. Hey, als hij toch stopt, geven we hem de Lifetime Achievement Award. Oh ja. De siroopprijs. De siroopprijs. De siroop award voor Internet Belg. Oké, goed, dat was het. Alix, doe een outro alsjeblieft. Waarde kinderen van het internet, bedankt voor opnieuw te kijken naar onze Oscars 2021. We zijn 2022. Is dat niet van vorig jaar dat je dat moet doen? Het zijn video's van vorig jaar, maar omdat deze video dit jaar uitkomt, is het 2022. De Oscars 2022. Wij willen alvast de winnaars bedanken voor hun content. Ik bedank ook graag de panelleden, mijn beste makkeraad Niels. En nu niet. Heb mij één keer gezien. Oh. Oké, okay, we zijn vrienden. Hè. Voor het leven. Dankjewel voor het kijken allemaal. Ik wijf. Tot ziens. En ook een applausje voor jullie. Applaus voor jullie die deze video hebben kunnen bekijken. Iedereen een prijs. Deelnemersprijs. Tot ziens allemaal. Ik tot volgend jaar. Tot volgend jaar. Salut.